Wat doet u zelf anders? Ik probeer de laatste tijd wat meer te doen aan duurzaamheid. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Ik zet de kachel een graadje lager. En ik koop geen producten van de intensieve veehouderij. En op die manier lever ik dan mijn bijdrage aan de duurzaamheid. En natuurlijk het gescheiden afval. Wat moet er in Nederland anders? Ik denk dat wij ook aan die duurzaamheid iets anders moeten doen. Maar ook dat we aan de bezuinigingsproblematiek, dat we daar heel anders mee om moeten gaan dan je nu zo in de krant leest. Hoe moeten we het anders doen? Veel meer nog investeren in goed toegankelijk openbaar vervoer. En wat die bezuinigingen betreft, ik denk dat we aan de verkeerde kant willen beginnen. Het is nu veel te veel geleid door het idee het huishoudboekje moet kloppen. En dan gaan we dat als doel stellen en dan gaan we vervolgens overal links en rechts insnijden. En je moet aan de andere kant beginnen volgens mij. Je moet zeggen wat willen wij. We willen de gezondheidszorg niet laten verschralen. We willen investeren in beter onderwijs. We willen investeren in kennis. En daar moeten we dan gewoon het geld aan uitgeven. En als dan de staatsschuld niet snel afgelost wordt, dat is dan geen drama. Want doordat we in die dingen investeren, gaat onze economie groeien. En dan kunnen we straks die staatsschuld makkelijk aflossen. Wat stemt u op 9 juni? D66.